Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Dit is deel Njoggen. En ik zie je eigenlijk van de Bouke tapes. In twee delen hebben we ooit keer van Bouke en zijn mooie verhaal door de internationale artiesten dat hij altijd met toert had. We beginnen juist met een kwad, maar wel leuk verhaal over een bluesartiest neemt Champion Jack Dupree. Ik zoom persoonlijk in hier doet iets voor het Woordrock Festival en zodoende kwam ik bij Bouke Algera te lonen. En mijn Bouke maar één vraag natuurlijk, wat voor man wie dat eigenlijk, die Champion Jack Dupree? I don't blame the people from saying walk in the blues. Walk in the blues, cause this is it, boy. Now I think I'm gonna relax myself. That's the way you relax. Dat is een prachtige kerel, Champion Jack Dupree. Hij wie Duitse promotor Karsten Janke, dat is nog steeds een hele grote. In Duitsland, die zijn zuster, die wie manager van. En elke keer als wij dan in Hamburg kwamen, dan zei Margaret Janke, die zei, mag je toch etwas met mijn kunstner, Champion Jack. Dus uiteindelijk hebben we dat eens een keer dient. En hebben we hem een paar keer een optreden dient. Nou, toen belde Sto ondertussen. En toen wie het, ik vind natuurlijk een leuk voorprogramma voor B.B. King. B.B. King kende hem, want hij was een bokser vroeger. Hij was een bokser. En champion. En B.B. King noemde altijd Jumping Jack. Maar geweldige kerel. En hij speelde de sterren van de hemel. Een fantastisch artiest wie het. Ik was echt te wies, man. Ik een leuke vent. En dan hier die al die verhalen en zo van vroeger. En ja, het was een echte beroepsbokser, Champion Jack. Maar hij kon ik allemachtig goed piano spelen. Hier is hem dan mij een complete band on tour. Hoe organiseer je dat dan? Hij hier twee jongens uit Denemarken en een Duitser. Hij hier man of jouw vijf. Maar het was natuurlijk low budget. Maar wij hier altijd een zwak voor hem. Dus ik betel hem eigenlijk altijd onverand meer geld daarvoor. Want ik wil me er graag bij hebben. Het was altijd leuk. Het was gezellig. En maar zo'n tour moest dat ik hebben, Willem. Dat het een beetje een leuke sfeer is. En dat kon hij brengen. Hoe wist hem Tjinkham? Via Margaret Janke, dus zijn manager. Die kwam daarmee aan? Die kwam daarmee aan. En op een gegeven moment zijn we, nou Margaret, we willen daar plezier van vooruit. Stuur die gekke Dupree maar naar Justa en zo begon het. En die wie een actieve dame, die ik platencontract met hem. En doordat ze dicht bij het vuur zit bij haar broer, hier die in Duitsland natuurlijk een aardige naam opbouwt. Ja. Maar puur omdat ze hem sympathiek vond. Ja, maar net alleen een goede muzikant. En een hele goede muzikant. Ja, dat weet hij zeker. En die bandleden die bij hem hier, dat weet ik geweldig. Champion Jack Dupree. Hij had het net helle op Woordrock, want hij verstoor. Wie dat zomaar? Wist dat toevallig nog? Ja, daar ontstokken een meisje in hen natuurlijk een apart leven sardiend. En dat is toch. Ik word er net door oordelen, want de ene die eet elke dag reerde kool en een gehaktbal en de andere die eet nooit wat en zo. Dus het is natuurlijk wel belangrijk, dus ik op dat gebied een beetje, wij hebben altijd een hele goede catering. We hebben Franse catering, companies maaien en zo. We zorgen altijd goed voor uw meisjes, want dat is ik belangrijk, voor artiesten. Dus nou, ik heb net de indruk dat champion Jack Dupree elke dag reerde kool eten of sla of dit of dat. Dat interesseert hem weinig. En hij, zodra hij een glas whisky zegt, dan weet helemaal hotel de botel met hem. En dan kreeg je op zijn donder van Margaret en zei dat hij weer vis te volle schopen hier. Maar ja, dat zie je erin. In de cultuur. Yeah. Wait a minute. Wait, one minute. It's not the beer of voice. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon,
one beer, yes, one beer. Whiskey, whiskey, won't you turn me loose? Bottle and bone is the only juice. One scotch, one bourbon, one beer. Want hoe grut we überhaupt het Celtic best doen bij tours? Door hier is de bands, hè, dus de act. Win je hem altijd met je beiden of win je hem namens Diba een volle grutter organisatie ik mij op? Ja, dat hing er al hoe groot de act wie en sa. Hè? Dus als wat ik je al verteld heb met Legends of Rock'n'Roll, we al 40 man ongeveer heerst, maar groepen en sa, dan moest een goede tourmanager erbij hebben. Dat wij hen vaak, want die Nederlander rint dat net zo vaak rond. Hè? Dat, heist, dat is nou een echte goede tourmanager. Wat maakt het een goede tourmanager? Nou, die moet het vak kennen, die moet mijn meesten omgaan kennen, die moet zorgen, de kerst iedereen wel aardig vinden, maar als zo. Mijn 44 man op stouwje, maar zo zorgen dat iedereen op tijd op vliegveld is en dit en dat. En dat ken net altijd. Dat zei ze, ah, denk erom, je moet betieten. Ze moet strenge regels voor opstellen. Dus er moet wel een zakelijk iemand wezen die flink de wiener onder heeft. Ja. Iedereen op tijd, en dat is belangrijk. He, dus wij hebben een goede tourmanager, dan hebben we technische meesken, he, de vaak. De groepen nemen zelf hun sound, hun crew mee, hè, de monitor, de jongens en zo, dit en dat. Maar ja, al hier in wijk altijd wel een man of Dick en ik en een persjongen erbij en nog wat dingen. Wij hier, merchandise, die in datzelfde merchandising, dat ding heb ik vaak voor de artiest en zo. Dus, dat wie ik altijd wel een aardige handel. En maar hoe lang ik werken met een eigen chauffeur, toch of niet? Ja. Dus wij hier en ik een eigen, natuurlijk zo'n comfortauto hier en dan hier we dus diverse Friese chauffeurs, Bim Meus op toeren zal, die betrouwbare zijn. Want op een gegeven moment als ze altijd in die vliegtuigen zitten moest en dergelijke, en altijd dit en dat, een bagage. Dus wij hier wel een man of twaalf, Willem. Doe liefst die op een gegeven moment rijden, hè? Wie te gevaarlijk om zelf te rijden? Ja, want ja, dat wist wel in die tijd. Als er een lekker glas wijn ging, dan sloeg ik dat nog net oor en zo. Dus nou ben ik weer, als het ouder was, dan heeft het hand. Maar dat moest ik, dat ken zetten, want het is automatisch in die business. Dat is toch altijd wat drinkst en zo. En als dan weer een aan rijden moest, dat hoek net. He, dus verstandig en met ik hetzelfde. Dus we nemen jonge maai. En die hier weer even een goede, betrouwbare chauffeur. In Duitsland is ik wel eens, dat is natuurlijk na afloop als die München speelde. En dan moesten we dat in Hamburg wezen. Dat we zijn, wist wat, we rijden s'nachts. Hupsakee, en dan knetsen van München naar Hamburg over die grote autobaan. Ja. En daar moest wel een goede chauffeur voor hebben. Gaas. Joe Cocker. In Friesland optreden nog? Ja. Op de Veenhoop? Op de Veenhoop. Hoe wie je dat trouwens? Ach man, die Joe wie een verschrikkelijke. Ik heb met Joe verschillende, net de tours en zo. Maar hij wie een hoop losse optredens. Dat hij een stuk of drie in Nederland ding en zo. Dus wij pikten hem eigenlijk erop toen hij wie dat op zijn retour. En toen wie Michael Lang, de founder van het Woodstock Festival, die wie zijn manager van Joe. En toen wij kregen hem in handen en zo. En toen hebben we verschillende shows met hem dienend. En Michael Lang, hier konden we goed mee opzitten. Hij is laatst overleden, hè Lang? The first three bands that I booked were Creedence Clearwater, the Jefferson Airplane, and Canned Heat. Mm. And going up the country was perfect. Yeah. And, you know, for me, you know, I wasn't really known in the business. I wasn't of the business. I had done a couple of things in Miami, but that was it. So we needed some credibility. So we booked those acts first and, you know, paid everybody really fast. And suddenly it became real to the industry. And then booking became a lot easier. And so, you know,
things like you know, acts like Joe Cocker, who were unknown, and Santana, who hadn't even recorded, and Crosby, Stills, Nash & Young. It was their first appearance. It was their second, actually. Yeah. Well, as a foursome, I thought it was. As a foursome, it was the first. Yeah. Yeah. And that was something. I was sitting in Hector Morales' office at William Morris doing the booking, and David Geffen came in with a test pressing of Crosby, Stills, Nash, and put it on, and it was like, okay, where do I sign? So those were really a lot of the kind of, you know, fun stuff for me. Dus wij hadden ik maken. Op een gegeven moment, ging ik met Cocker, die maken een paar die zei, Bauke, ik heb mijn manager eruit gegooid, want ik zit net op. En toen is Roger Davies, ja, Roger, die is een lange vent, die is manager geworden. En daar hield een klerenhekel aan. But Bauke, he will bring me back to the top of the world. En dat is ik zo. Die week manager van Tina Turner. Maar wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment dan krijg ik een oren agent en zo. Dan wordt het allemaal grutter. Dus ik kreeg een belletje en zei, ja, we is het altijd hartstikke goed hier tussen. Maar we zitten nou bij Barry Marshall en ja, Mojo giet het wel. En toen het Leon Raammakers me belde, zei, nou, ik vind het toch wel, want jij bent altijd hartstikke goed hier. Wie zo we de Nederland doen we samen. En daar hebben we jarenlang met Mojo samen. En toen Cocker weer back on the trok hij 12.000 mensen naar Hooi aan de lopende band. Dus dat soort grote dingen. Echt volle maar wie een geweldige artiest. Ja. Maar leuke vent is hij. Een leuke vent ik. Maar ja, hij soap en hij ding alles wat God verboden heeft. Jij weet echt rock'n'roll? Ja, maar op een gegeven moment kwam Pam in zijn leven. Dat was een liedse Amerikaanse golddigger. Die kwam ook uit de platenwereld en zo. En die hele Cocker, die dronk net meer, die rookte net meer. En elke keer dat hij in het kleed kwam, dan smoke, no smoke. Heb je helemaal verloren. Ik zei, Joe had ze daar betoverd. En Joey, ik zei, oh, de Ray, dat wie een verleeman, een blanke jongen, die wie altijd bij hem is. Ja, hij zei, wat er met Joe aan de hand is. Hij zei, ik weet het niet meer. Zei, maar, dus op het einde van zijn leven wennen die samen met Pam. En er wie een hele oor mens worden. Maar die geweldige stem van Cocker en die show wie er nog altijd. En Cocker, wie ik een jongen, wie een street guy van Sheffield. He, die ik altijd sinds die meesken en sinds de band hartstikke leuk en aardig wien. En sinds uw meesken. Wie een geweldige, fantastische man. Maar wel een vakman dus. Wat een vakman. You Are So Beautiful, I think is probably the strongest tune I ever did in just the simplicity of it. It was originally a gospel song. And Billy Preston rewrote the lyrics that made it a bit, I don't know what he was thinking of, make it more of a love song. But originally it was a song to Jesus. There's a little thing at the end goes, to me, you know, the note. I know it, yeah. Which when I sang it in the studio, I remember everyone pricking up their ears. You know, it kind of woke up something in me, that softer side that I had going for me. It comes into my mind a lot, that tune. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see you're everything I hope for? You're everything I need. Nou ja, er was al mij meerdere grutheden wel toer, maar ik een man mij in staat van dienst. Nou ja, Woodstock, ja, dat is magisch, hè? Daarom en had ik van alles beleefd natuurlijk. Als die net op Netflix die een ding geweest, door Cocker en Zelfduur van de Wolf. Maar zijn broers uit Engeland, dan zei ik. En hij is natuurlijk een paar keer allemachtig naar de galamissen geweest, de Cocker. Hè, met die drugssituatie. Maar toen wij hem in dat stadium eigenlijk wel wat hand wist. Voor dat krijg dat ik. Dat ze denken van, nou, die kant moet ik net weer uit. Nee, want dan neemt ze als ondernemer een enorm risico natuurlijk om grote shows deel te zetten, ja. Neem ik aan. Ja,
Ja, daarom. Maar mijn Kokker wie dat altijd wel. Die wie wel. En wij hingen ik altijd een grote limo voor hem. Maar Kokker die woonde niet in een limo. Die ging in een vrachtwagentje met de crew. Ze gingen erheen en wist wel. En hij, Kokker dronk in die tijd altijd Heineken bier. Dus dan je klik, klik, klik. Hij altijd voor de rest koest daar alle dure dingen del zetten. Maar hij soop de hele dag Heineken bier. Totdat die Pimp kwam en het leven verloren. En op een gegeven moment hoort dat dus ook op, omdat ja, in Nederland heeft het dan nog deelt met Mojo, maar dan wordt het water te grut voor je, de shows? Nee, dat ik gewoon. En dat moest, als je een succesvolle situatie is, dan loer ik vooral een manager kan daar invloed hebben. Die kan zitten, en dat ben ik met Deals Mijlkort, dus die Roger Davis werkte met Tina Turner, met Barry Marshall. En die zei, nou, ik heb Joe Cocker en dan moest de agent maar worden. En ja, dan komen er weer hele andere dingen. En dan zitten ze beginnen, en ja, Mojo is natuurlijk niks op zin. Maar wij willen kwiet. Ja. En we willen niks, want normaal als het verkeer dust, dan zitten ze vanaf de tijd drie oren. Maar dat was helemaal net het geval. Maar die Davis zei het niks, maar de meid zien, ik doe de policy. En Joe zei ze mij, zei een asshole die manager, die nee. Maar ja, hij zei, ik hoor hem maar. Goed voor de business. Hij doet het wel heel goed, en dat is ik zo. Ja. En daarvoor hoorden die dingen en dergelijke. Dus toen hebben we nog met Mojo Grains en Ahoy en Peker en zo. En op een gegeven moment werd dat ik allemaal weer wat minder. En Carlos Santana heb ik hetzelfde hand. Daar heb ik een hele hoop shows mee dient. En op een gegeven moment hield ik een nieuwe manager en die maken een wereldhit. Dan raken ze toch kwiet. Dan zeggen ze, ja, het is sneu voor die en dit en dat. En dan krijg je telefoontjes en iedereen traan met je tuiten en dit en dat. Jammer, maar dan is het toch kwiet. Ja. En dan ben je geen contract meer dan? Nee, dan gaat het. En dat is ik naar Mojo takken. Maar Leon, ik hou altijd met Mojo en Leon Raamakers zeer goede relatie aan. Dat ben meestal op een bepaald niveau. Geen kwaad woord door die jongens. Ik ben altijd goed geweest. Want dat wie fideel, die zei ik. Carlos en Daan doen we op dezelfde manier. Wij organiseren de hele boel en je krijgt 50% van de profit. He, dus dat is fideel. Ja. Maar goed, je kent ik niet leven, wil hem net altijd alles hebben, dat wist wel. Ik genoeg dingetjes, maar ja, het wordt wel nam werk heel wies maar weer. Santana, wat voor man ben je? Carlos Santana, how did you start your group and how did you came to music? The answer at the end. Just by watching what it does to people. Music attracts me by watching what it does to people, what it does to a whole environment. As soon as music gets in the air, the first time I saw it, you see the people changing, the moods, the way they talk, the whole environment. It comes more naturally. People are more themselves than what they are programmed to be. Ja, geweldig. Geweldige beste man. Boeddhist. He, dus hij sjouwde zijn halve tempel altijd maar, die Carlos Santana. Maar een geweldige. En een vrouwtje, die wie de zaken, juffrouw, die telde altijd het geld en dit en dat en zus en zo. Maar hij het hart op de goede plaats. Want wat nog nooit gebeurd is, we gingen een show in het Gelderdom bij Mojo samen. En toen moest ik bij hem komen. Hij zei, Bouke, hij zei, thank you for the past. Want wij, Carlos Santana, ik werd oppikt toen hij nog net zo grut weer. Die is weer omgekomen, kijk als Kokker, mijn grutte wereldhit. Hij zei, ik ben je altijd heel dankbaar voor alles. Hij zei, ik heb gezien dat het jong net verwacht is. Wat het is, hij zei, je krijgt €75.000 terug. $75.000 geef ik terug van de deal die we hebben. Nou ja, ik zei, dat vind ik uitermate sympathiek. Want het is natuurlijk een beetje handje klap met Mojo. Dus ik zei, Leon, hij zei,
Nou, hij zei, wat we nou beleven, hij zei, dat heb ik in mijn leven nog nooit in de eeuwigheid beleefd. Dat een artiest, die komen leert en zei, als $25,000 krijgt. Ja, dat wie in business is dat. Dus dat wie won een stukje waardering hè, van hem. En dat is echt gebeurd. Santana, want dat had dus echt vaker al shows mee draait. Dus ja. Ik puur al in Europa of nee, in een bepaalde dus, land? Nee, of, het bepaalde land. Want Carlos Santana wie natuurlijk nog steeds groot. Dus in Duitsland die mama concert het. En Nederland wie wat een gebied, dat zie je er tussen niet. En toen ploften wij erin. Ja. Maar dat koest net, sinds die Amerikanen, nou hup, jouw 24 shows en zo. Daar wie Carlos Santana eigenlijk nog wat te groot voor. Die zit ik in dat rockcircuit. He, en die agents in Amerika zijn, nou ja, goed, als Nederland wel was prima, maar de rest kennen we zelf wel. Ja. Dat heeft natuurlijk ik wel. Dat. Maar zakelijk een goede bom mee, ik een Santana dus. Ja, geweldige show. Ja. Geweldige show. Fantastische muzikant natuurlijk. Ja. Ja. Welke periode wie dit, wist dat ongeveer? Nou, dat wie ik in de eind 90er jaren, begin 2000, die koers ziet het in. Maar we hier een wie boeddhist, dus ik hier een beeldje op een kop tegen uit Mexico van een Boeddha. En dat zet ik altijd op zijn kindermodel. En hij zei, dat vind ik zo grappig en zo leuk. En elke keer als we dan een tour hier, dan helpen we dat uit die kist. En dan zetten we dat, hij zei, Mr. Boeddha again. Dat vond hij mooi. Maar dat militse dingetjes. Bouke Boeddha. Ja, Boeddha. Zo'n mooie militse zwarte Boeddha. Prachtig. Sprutsen, Santana, Joe Bonamassa. Wie een beetje in het begin van zijn carrière dat ze hem trof, hè? Ja, ja, Joe wie natuurlijk prachtig. Wat een geweldige. Ik ben hier een jongen uit Grijns die wel voor ons werkt. Die zei, ik heb wat. En die kom bij ons spelen in Grijns. En dat is een geweldige gitarist. Dat hij die goed bestuurt. Dat is Joe Bonamassa. Dus die speelde in Grijns natuurlijk alles ondersteboven. Dus ik zei, nou, daar wil ik wel wat mee doen. Dus hij had in Koudum op het festival, had hij nog spelen Joe Bonamassa. En toen, ik zei, Joe, jongen, dat is prachtig, was dat dus. Dat is geweldig. En met toen waren we bezig met afscheidsconcerten van B.B. King. Ik zei, was dat in het voorprogramma? Hij zei, Bouke, wat? Hij zei, like to do it. En B.B. is mijn favorite. En B.B. kende me ik wel. Dus hij speelde in... Het zal me nooit vergeten, in de Ahoy, Bonamassa. Ach, wat een show. Die hebben we gigantische videoschermen hier weer inzetten. En Bonamassa in het voorprogramma. Nou, dat was echt geweldig. $400 betaal ik hem daarvoor. Voor Joe Bonamassa. $400. I would say B.B. King, one of my biggest mentors. Him and Danny Gatton, the late Danny Gatton. But B.B. King gave me a stage. He gave me an opportunity. He let me open up for him when I was, you know, 12. And he then invited me on a tour that summer, and I did a whole tour with him. He's young, he's got great ideas, just good. One of a kind. The kind that will be a legend before he's 25. You know, it's nice to see all these people out for the blues, because back in Utica at my school, a lot of people come up to me and say, why do you play the blues? Because the blues is dead. Well, we've proven that there's at least 9,000 people tonight that like the blues. I'm at B.B. King, May 24th, 1990. And it changed my life. It gave me an opportunity. He gave me a career. Thrill is gone away from me. Although I still live on, so lonely I'll be. Three
geweldig. Dus hij was helemaal enthousiast. Tredje toen is meisje. Ik zei, Bibi, dat is een goede keuze geweest voor... Ja, hij zei, Bauke, die vindt het zo goed. I love him. Dit en dat. En toen, twee maanden... Hij en Joe Bonamassa zei ze mij... Hij zei, if you do another big one with BB King... I like to come back for the same money. Dus... Fjouwer bankjes kom ik. Fjouwer 100 en een paar maanden lien. Ik zei, Bibi, zijn afscheidconcert is toch wel leuk. Dan durven we nog zullen we nog een tweede vaarwelconcert doen? Hij zei, dat durven we altijd, want dat lijkt me ook al wat. Dat hoor je, is leuk. He, en toen wie Floyd Lieberman, manager, en zo, die zei ik, nou ja, prima. Dus toen ik bellen Bonamassa op. Hij zei, moest nog even met mijn agent. Maar hij zegt, ik... En die agent zei, are you crazy? Hij zei, $40,000. Want toen wie Bonamassa on top of the bill al. Grote jongen. Ik zei, Joe, ik ken nog steeds zijn nummer. Hij zei, die manager begrijpt het niet helemaal. Hij zei, wij hebben toch een afspraak voor $400. Hij zei, $400. It's a deal between us, Bauke. You help me en dit en dat. Dus toen ik de tweede keer voor $400. Maar zijn waarde, die manager zei ik zo, dan moeten we binnen het gek. Ziet ik wel weer wat in trouwens. Daar ziet ik ook wel wat in. Ja, zo, dus. Ja. En, maar deal is een deal. Een deal is een deal. Ja. En hij heeft er wegspelen. Ja. Maar een geweldig artiest. Godverdorie, wat goed. Ja, en wat voor kerel weer het in omgang? Nou, het was gewoon een straatjongen. Ik, maar de zichtste... Hij kwam op een gegeven moment in een mooi pak ontzetten. Er werden in alle fronten door die manager. Dat wie de oud-manager familie van Frank Sinatra en zo, die coachte hem. Het werd een hele oren Joe Bonamassa. Maar wat hij natuurlijk ook hoorde, wie speelde op die gitaar van hem. Poeh, geweldig. Fascinerende familie. He, maar hij wie van een Bensie die op de college speelde in Amerika. En in Europa allerlei aganebestensie speelde en zo. He, dat is hetzelfde met Springsteen. He, ik heb Springsteen ook een beker ontmoet. Die is ik vroeger begonnen in die collegeclubs in Amerika. En, zo, dus. En dat heeft mijn Bonamassa, ik leer ze het vak. He, maar leuke ervaring, leuke gozer. Hoe gaat het met zijn Springsteen? Ben je intussen helemaal plat lult? Of kist hij nou wel een redelijk normaal gesprek met hem? Ik heb hem een keer of drie ontmoet. Dat is een leuke vent. Dat is echt een hele leuke vent. Gaat dan over de business, over de muziek? Ja, nou is je wat natuurlijk bij u wel heel interessant is. En ik zeg, hij zei, wat doe je? Nou ja, ik zei, ik heb Chuck Berry en ik heb Little Richard. En zei, ja, dan heeft ze natuurlijk komt zien een status. He, dat ze zeggen van, jezus mine. Wij hier maar die legends, ik natuurlijk wel contracten. En zei, dat ding je dat ik en ik erbij wijzen moesten. Want dan ging promotor door dat om. Maar Springsteen weer een enorme fan van Fats Domino. Maar die vregen natuurlijk ook een leak van, is die Chuck nou werkelijk zo'n idioot dat iedereen zei? En dan vertel ik natuurlijk wat sterke verhalen die ik aan die allemaal verteld en die ik echt weer binnen met Chuck. Ja, dan lakken ze natuurlijk zich te barsten en zo. Ja. Maar ik zei, wij hebben natuurlijk houden een keer met die Chuck, maar het is allemaal weer wat ze hem vertellen. Ja. De waarheid is dat. Dat is wel opmerkelijk, hè? We hadden al een paar keer de grutten aan met de muziek verhaald gewoon. En over het algemeen is het ontzettend aardige innemende mensen. Hè? Bono bijvoorbeeld van U2, die hartstikke troffen. Ja. Echt een fantastische aardige kerel gewoon, toch? Ja, Willem de Meester... Maar ik denk dat ze wel wat mij maakt in een wat beschermder om jou heen. Ja, daarom, maar de meeste mensen zijn aardig. Maar je dan moest wel... Dat ook zo lang bij iedereen werkt hebben, de moesten wel de afstand horen. Een artiest vindt het net leuk dat zij zegt, oh, nou heb ik Bono en dit en dat. En dat ze er omheen vliegt en dwarrelt. En dat die net klef, dus. He, de moest fatsoensnormen en zo. Dan zei je, god, leuk. Met Bono, BB King en zo. En hij zei, wat is dat een fantastisch. En dan wist ik het moment, dat kan hij 4 minuten of 6 minuten werden. Dat ze moest van, nou Bono, hartstikke leuk jongen. Dat moest hij net opdringen. Dat is heel belangrijk. Ja. Wij ben ik altijd fans, alle respect, die moest ik goed behandelen. Maar we hebben nooit fans in backstage hebben of in de kleedkamers of dit of dat. Daar zit een artiest net op de wacht zien. Hè, en toen wist de ene, BB King, hij had niet een kleedkamer vol met meesken. Maar daar ben ik meesken, Ray Charles, niks. Nee. Dan zet er een goede security man voor en daar kwam geen mee zien. He, en dan zei hij, nou, van de platenmaatschappij, hou me even uit de wind, want dat vind ik zo'n vervelende lui en zo. Dus die dingen moest wel. En dan hoorst de boel ik goed. Ja. He, dan kerst net zitten van, je zit Ray Charles en kom er maar in en vreeg je maar. He, dan moest het goed inschatten. En dat is het.
ja, laat ik zeggen, het vakmanschap was leerst. En was al heel lang door, hè? Ja, en door die lange ervaring heb ik, en de must natuurlijk net, als Keith Richards ontmoest, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè, maar ze vielen ik, en dat zullen ze met mij ook wel hebben, Willem, dat is het muziekmeesken best. En dat is het wel voor de business dus, maar dat is het wel van de muziekhorst, de liefde voor de muziek. En wist wees door praast en de kenst alle meesken en dergelijke. Maar je natuurlijk net meer voor, want dat is het best. Ja. Maar wees maar gewoon. Dat is heel belangrijk. Zelfs met Keith Richards dus. Ja. En die is ik, ja, Chuck Berry en dit en dat. En ze, ja, god. Zoveel tournees die met die Chuck Berry en zo, wat, ja, ik zeg, hij is nog volle gekker dan dat je hem ooit mij maken hebt. Ah, dat is altijd wel een leuke, we hebben met Chuck een hoop gesodem iederhand, maar het heeft natuurlijk wel een introductie onder. Dat was, welke wereldartiest, ik zeg, Chuck Berry dit en dat was een manier wakker. Ja, hè? Ja, ik zie hem, ik onder die muzikanten, ja, van dat level, dat er dan weer zoiets is van... Het zelfs geen ruk voor, zijn gitaarspel is niks en dergelijke, maar ja, het wie een zeer flamboyante man.